project van NUON. Onze aannemer is hier bezig om een stadswarmteleiding in een geboorde tunnel aan te brengen. Het is 1300 meter lang. De snelheid is 200 meter per uur. Dat betekent dus minstens 6 uur zijn ze ermee bezig voordat die hele leiding in de grond zit. We willen ons stadswarmtenet uitbreiden. Op Eiburg hebben we al stadswarmteaansluitingen voor woningen. En dat willen we graag ook naar Zeeburgeiland brengen, het volgende eiland. Met stadswarmte besparen we CO2. Bijvoorbeeld over 2016 hebben we ruim 72.000 ton CO2 bespaard in Amsterdam. En dat is gelijk aan 32 windturbines van 2 megawatt. Of 174 voetbalvelden vol met zonnepanelen. Voor de stad Amsterdam is deze besparing die we in 2016 hebben gehaald nog lang niet genoeg. De gemeente die wil zelfs binnen 3 jaar dat 100.000 woningen zijn aangesloten op stadswarmte. En daarna moet het nog veel verder. In 2040 is de bedoeling dat 240.000 woningen op stadswarmte worden aangesloten. Stel je eens voor, dat is ongeveer 40% van het totaal aantal woningen en bedrijven in Amsterdam. Dus dat is hartstikke veel. We gaan heel veel leidingen aanleggen in Amsterdam. We proberen alles wel goed in overleg met de buurt te doen, met bewoners, heldere afspraken te maken en uitleggen waar we mee bezig zijn.